Een sociale supermarkt. Een supermarkt waar minima uit Almere goedkoop boodschappen kunnen doen en mogelijk ook meteen geholpen worden om hun financiële situatie te verbeteren. Zonder dat daar een negatief label op geplakt wordt. Dat is wat de gemeente Almere in de toekomst graag wil. De Partij van de Arbeid en Leefbaar Almere organiseerde een mini-conferentie om ideeën hierover uit te wisselen en te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Ik wil niet iets nieuws optuigen, ik wil gewoon de kracht van alles wat we al hebben benutten. En dat moet je wel verbinden. En we zien dat veel clubs in Almere toch nog een beetje op een eiland werken. Er zitten veel dubbelingen in de handelingen. Daar wordt een stukje reïntegratie gedaan. Daar wordt een stukje armoedebestrijding gedaan. Als je dat meer met elkaar verbindt, dan kan je je geld ook slimmer uitgeven als gemeente. Want in Almere zijn al diverse initiatieven, zoals het Voedselloket Almere en Coalitie Buitengewoon, die minima helpen met hun boodschappen. De gemeente zoekt nu manieren om die krachten te bundelen, omdat dit efficiënter en goedkoper is. De conferentie was hiervoor een eerste ontmoetingsplek. Want veel echte samenwerking is er nog niet. Dat is wel een uitdaging. Want iedere club heeft zijn eigen belangengroep en heeft zijn eigen positie in de stad. En daar ligt een grote opdracht. Ik denk dat de gemeente daar de regie moet nemen. En ook moet bepalen welke partijen voor welk stukje verantwoordelijk zijn. Waar zij het beste in zijn. Maar die uitdaging die moeten we met z'n allen het komende jaar wel aangaan. Toch vindt niet iedereen dat de gemeente zich hiermee moet bemoeien. Zoals deze initiatiefnemer van inmiddels 3 sociale supermarkten in Rotterdam. Nee, ik heb mezelf nodig en je eigen boerenverstand en dan kom je best een heel eind hoor. Je hebt natuurlijk op die voedselbankprojecten en al die minima-projecten zitten vaak wat ouderen in het bestuur. Die moet je leren omdenken. En zijn ze in Almere klaar voor, denkt u, op basis van wat u zojuist hoort? Dat denk ik niet, want die meneer die net mij aanhield, die is al 1,5 jaar geleden bij mij wezen zeuren hoe het in elkaar zit. En Almere is nog aan het zeuren hoe het in elkaar zit. Zijn we 1,5 jaar verder. Het zijn wel 18 maanden waarin gezinnen geholpen hadden kunnen worden. Dus ik schakel iets sneller. Een echte conclusie is niet getrokken aan het eind van de avond. Daarvoor liepen de meningen te veel uiteen. Het onderwerp komt later dit jaar op de agenda van de politieke markt.